jongens, ik ben weer terug. Oh, ik vind het zo raar om hier weer te zitten, jongens. Oh my gosh, oké. Nou, jullie hebben de titel van de video al gezien. Een super vrolijke video. Ik ben weer terug na een half jaar van niks te hebben upgeload. Jullie weten, ik heb een tijd terug een video geplaatst dat ik helaas ziek was geworden. Ik had kanker en het was allemaal super heftig. En ik moest door allemaal behandelingen heen en dat was allemaal heftig, heftig, heftig. Drama, drama, drama. Maar ik ben weer helemaal terug. Ik heb net mijn uitslag gehad. Er is geen tumor meer te vinden. Jongens, hij was bijna 6 centimeter groot. En hij is gewoon helemaal weg. Dus echt thank God. Echt thank the Lord. Ik ben zo blij en echt, ik voel me echt zo geblest. Want ja, het was gewoon echt heel zwaar. En ik heb helaas dus geen video's kunnen maken, want door alle behandelingen en alle chaos was het niet alleen fysiek heel zwaar, maar ook mentaal. Het fysieke is nou eigenlijk bijna over. Jongens, het was echt heel zwaar. Ik kan het niet eens minder maken dan wat het is. Er waren gewoon echt periodes dat ik gewoon 2 weken lang gewoon niet heb geslapen. Jongens, als je al 2 nachten niet slaapt, word je al half gek. Laat staan 2 weken. Dus het was echt een best wel zware tijd. Ik wil deze video ook niet te lang maken met te veel details. Ik wilde gewoon even snel een update video plaatsen om te vertellen dat ik gewoon weer terug ben. Dus de uitslag is goed. Als je me volgt op Instagram, dan weet je dit al, want daar heb ik het al geplaatst. Ik ga gewoon weer ook elke zondag om 12 uur een beauty video uploaden. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik heb jullie echt gemist. Echt waar. Ik heb al jullie berichten gezien. Ik heb echt heel deze tijd zoveel lieve berichten van jullie gehad. Ik heb niet op iedereen kunnen antwoorden, want het is echt te veel. Maar echt super bedankt. Ik heb ze gezien. Dus echt super, super bedankt. Ik heb jullie steun echt gewoon gevoeld van veraf. Dus ja, ik ben weer heel blij dat ik weer terug ben. Zoals jullie kunnen weer zien, is mijn haar ook een beetje teruggegroeid. Je zou nu denken van, Sarah, is je haar weer helemaal terug? Nee, helaas niet. Want ik was het dus echt helemaal kwijt. Ik was helemaal kaal. Ook mijn wimpers, wenkbrauwen, alles was weg. Maar nou is het dus al een jaar verder sinds dat mijn haar is uitgevallen. Dus het is echt weer best wel ver teruggegroeid. Het is nou ongeveer zo lang. Maar dit is gewoon allemaal nep. Dit is gewoon een pruik eigenlijk, maar hij zit gewoon tot hier en dan hier heb ik mijn echte haar. Dus ik ben heel blij dat ik nephaar heb gevonden die echt super veel lijkt op mijn echte haar. Als je mijn oude video's terug bekijkt, zie je mijn echte haar en dan zie je dat het echt letterlijk gewoon dit is. Dus ja, ik heb heel veel moeite gehad toen ik mijn haar verloor. Dus ik ben wel blij dat ik op zijn minst een goed alternatief heb gevonden. Dit is gewoon een pruik van AliExpress, by the way. Dus ja, even gewoon een snelle update. Ik ben er weer. Elke zondag komt er een video en iets leuks wat ik erbij ga doen. Echt super random. Dit is echt heel onverwachts. Maar als je me volgt op Instagram, heb je dit ook al gezien. Want daar heb ik het al geplaatst. Maar ik ga een ASMR TikTok kanaal beginnen. Ik weet niet of er al een video online is als deze video online komt. Maar volg me vooral ook op mijn ASMR TikTok kanaal. Want ik ga ASMR craft video's maken. Dus een beetje van die knutselvideo's. Ik breng even hier een video in beeld, zodat je een beetje begrijpt wat ik bedoel. Het is echt super random. Het is niet iets wat jullie, denk ik, van mij hadden verwacht. Ik ken het al heel lang, al jaren. Het was nooit echt mijn ding. Ik vond het ook af en toe een beetje raar. Af en toe als ik van die ASMR video's bekeek, had ik echt iets van side-eye. Maar ik vind dus de crafting, de knutselvideo's echt heel leuk. Dus ik dacht, ik ga er ook video's van maken. Dus als je daar interesse in hebt, als je ASMR knutselvideo's en zo leuk vindt, volg me ook daar. Ik hou de ASMR de video's vooralsnog alleen op dat TikTok kanaal. Niet hier op mijn YouTube of Instagram. Dit blijft allemaal gewoon nog beauty. Ik doe dit er gewoon als soort van hobby erbij voor de leuk. Even kijken, is er nog iets wat ik moet vertellen? Jongens, echt, ik ben all over the place. Ik ben zo enthousiast om weer hier te zijn. Ik vind het zo raar ook weer om weer te praten met jullie, want ik heb jullie al zo lang niet gesproken. Oh, is er verder nog iets gebeurd in dat half jaar? Nee, niet echt. Ik heb gewoon niet echt heel veel kunnen doen. Ik was dus heel ziek. Toen ik een beetje was hersteld, ben ik wel weer gewoon op pad gegaan. Ik ben naar Marokko geweest. Ik ben naar Milaan geweest. Dus ik heb nog wel wat leuke dingen kunnen doen. Qua fysieke issues, ik ben nog alleen maar een beetje moe. Dat is nog wel echt iets wat er nog wel echt is. Maar voor de rest, alle fysieke klachten die ik had, zijn allemaal weg. Mentaal gaat het op zich ook wel gewoon goed. Ik ben echt een strijder. Ik ga altijd gewoon door, zoals jullie weten. Maar het gaat oprecht gewoon goed. Dus ja, dat wilde ik jullie even laten weten. Dus ik hoop jullie gewoon weer hier elke zondag te zien op mijn kanaal. En als je dus mij op Instagram volgt, zie ik je daar bijna elke dag. Laat me ook eventjes weten in de reacties wat voor video's jullie willen zien. Want ik ben niet meer up-to-date nu. Dus laat me weten wat jullie allemaal willen zien. En ja, that's it. Deze video is denk ik nu al langer dan dat ik wilde. Dus ik ga er gewoon weer vandoor. Maar ik zie jullie volgende week zondag weer. Doei doei!